English in Action is een organisatie gevestigd in Canterbury die eigenlijk zijn native speakers, zijn leerkrachten uitstuurt wereldwijd om aan jongeren vooral spreekdurf en spreekvaardigheid aan te leren. What we tend to do is obviously a structured lesson, but within the structured lesson we do a lot of activities, so quizzes, role play, and you know, to get the students speaking as much as possible to increase their confidence and you know, so they feel you know, they can speak and don't feel inhibited. We hebben de eerste groep, dat zijn de false beginners, dus leerlingen die eigenlijk nog geen Engelse les hebben gehad, maar dus hier echt voor het eerst kennis maken met actief met het Engels. En dan zijn we verder gegaan met verschillende leeftijdsgroepen. Groep 2 is dan mensen die in het beginstadium zitten van het Engels enzovoort. Ik vond het super leuk en ook dat we twee leerkrachten hebben, zodat het elke keer iets anders was. En we deden ook redelijk veel spelletjes, zodat het niet te saai werd. Ik vond het heel leuk. Je hebt ook super veel bijgeleerd. Want voordien konden we eigenlijk nog niet Engels. En doordat de leerkracht gewoon spontaan met je Engels spreken, weet je dat je zin moet maken en versta je het ook beter. This school is so good. Very organized. Okay, and the pupils are very they want to speak and very very lively and very interesting and you know I really really like the students.